hallo. En leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog van Feyenoord. Het is bij 7 uur denk ik ongeveer. Het is in ieder geval avond. En wij lopen hier op Spijkenisse Centrum. En we zijn onderweg naar de Kuip. Het is vandaag Feyenoord tegen VVV Venlo. En wie hebben we bij ons? De enige echte Ramonski. Ramon, claim, hij zit weer in mijn naam. Nee, het is Ultrex de enige echte. Ja, dat het is niet Ramonski de enige echte. Ga gewoon weg. Ja, ga gewoon weg. Ja. Ga gewoon dood. Ga gewoon weg. Ja, ga gewoon weg. Ja, gewoon wegwezen. Ik wil naar huis. Ja, en we willen dan onderweg naar de Kuip. Oeh, We gaan naar de Kuip toe. Dus we gaan lekker onderweg naar de Kuip. En we spreken jullie dadelijk weer. Terwijl we lekker oliebollen ruiken. Heerlijke oliebollen. Oliebollen. Nee. Zit je nou uit te schelden voor oliebol? Ga gewoon weg. Ramon, wat denk je ervan? Wat gaat het worden vandaag? Ik hoop maximaal qua punten hoop ik een beetje maximaal. Een 3-0 of een 4-0 zo ergens hoop ik een beetje die kant op. Ja. Minimaal, maximaal zo. Dus het, nou, dan zeg ik 4-0. Het wordt 4-0 voor Feyenoord vanavond, hoop ik. Ja, ja. Want het is de laatste paar weken is het niet het beste. Veel verlies. Ja, precies. Ja, het zijn inderdaad geen beste dingetjes als het even heel anders gaat lopen. Oh, daar komt-ie. Dan gaat de metro uit. Meneer de metro Fappert. Hey, meneer de metro Fappert, zeg jij ook eens even wat? Ja, de metro. De metro Fappert. De metro. Nou, we spreken jullie dadelijk weer. Later. Kijk, daar komt hij hoor. Daar komt hij, de metro. Daar komt de metro al. Daar komt hij al hoor. Daar heb je hem al hoor, de metro. Daar komt hij al, daar komt hij al. Rotterdam Centraal, Rotterdam. Hij gaat naar Rotterdam. In de metro. Dat is mooi, samen met Ramonski. En Joost die belde mij net, dus die gaan we even bellen gelijk. Even. Waar is Jooski? Even een terugbelletje geven. Yep, even Joost bellen, want die belde mij net op waar hij nou weer zat. Even kijken, waar belt hij nou? Bel dan. Hij wil niet bellen, hij heeft geen zin. Kan gebeuren. Nou, daar komt hij hoor. Dat is mooi, ja. Hey, waar zit je? Ik ben even een feestje op Rotterdamse, bij de Duik. Oh, oké, okay. Ja, ik ben. Ik zit bij Hoogvliet. Oké, okay. Ja, over 10 minuten of zo vertrekt hij dus. Dus je bent al in de uitzending hoor. Je bent al in de uitzending. Dat is mooi, ja. Je zit al in de vlog hoor. Mooi. Mag ik in vlog? Ga je tegen me praten, Pik? Mag ik in vlog? Ja, mooi, ja. Dus, dat is helemaal super. Ik zie, ik zie je zo verschijnen. Ja, ik bel wel als ik bij de Kuip ben. Is goed. Tot later. Hoi. Nou, dat was Joost. Die is ook al onderweg. Die is over een half uurtje al bij de Kuip. Ja, dat is mooi. Ik weet niet hoe lang wij er nog over doen, maar dat zien we dadelijk vanzelf wel. Ja, dat is wel vandaar. Nou, ik ga vangen en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo jongens, en we zijn bij de Kuip en ik ben nog steeds samen met Ramonski. Dat is helemaal goed, hè? Het was fucking druk. We hebben de hele tijd bij Wilhelminaplein staan te wachten omdat de trammen allemaal helemaal vol waren. Als het goed is moet Joost hier ook ergens staan. Heb je hem al een berichtje aan sturen? Ja, nou, Ramon is al bezig om mijn fabriek te sturen. Ja, die heb ik al gestuurd. Oh, ja, die valt dit weer naar Joost. Die heb ik al dus, nou jongens, we zijn er weer. Hè. We hebben lang een paar uitwedstrijden gehad achter elkaar. Een paar interland stops. Dus het is eigenlijk na de wedstrijd tegen Ajax dat we hier weer zijn.
Het is alweer een week of 3-4 geleden, denk ik alweer, dat we voor het laatst hier geweest. Echt lang geleden, zeg. Maar ja, sommige dingen veranderen nooit, hè. En het went alweer heel gauw. En het is koud. En ik moet daar mijn muts op doen. Mijn muts zit nog in mijn tasje. Dus ik moet er even mijn mutsje op doen. Het is nog wel aardig frisjes. Maar... we zijn er weer, jongens. We zijn er weer. Stadion Feyenoord. Maasgebouw. Zo, terwijl Ramon even zijn telefoon verrot gaat schelden. Wat heb je allemaal, Ramon? Ben je een beetje kwaad op je telefoon? Ja, nou ja, het is dat... ja, de warm heb ik niet meewerken, maar kom nog iets. Oh, mijn god. Nou, we zullen even kijken waar die gewoon Joost staat. Waar staat hij ergens, die gewoon Joost? Gewoon Joost. Waar is hij nou? Eens even kijken. Nou, ik weet niet waar die Joost is, maar waar blijft hij nou, man? Hij is al binnen. Nou, sta ik voor niks te wachten. Nou, jongens, ik spreek jullie dadelijk weer als ik binnen ben. Later. Zo, we zijn in het stadion en ik ben samen met gewoon Joost. Ga gewoon weg. Nee. Ga gewoon weg, zegt hij. Ga gewoon dood. Ga gewoon dood. Hey, en leuk dat je. Hey, en leuk dat je doodgaat. Nou, nou. Hey, Ramonski. Heb jij er nog wat tegen te zeggen? Ja, kijk, ik heb een lekker biertje erbij. Dat we er vooral een dikke doen ook wel kunnen. Dus we gaan lekker drinken. Cola. Zonder rum. Wat rum? Nee, zonder rum. Oh, zonder rum. Ja, ik wou zeggen, anders is het... wat? Rum. Rum. Seks. Seks. Ga gewoon weg. Nou jongens, we zijn er in ieder geval weer. Dat was mooi. En ons kies terug bij weer, eindelijk. Zo. Geen vakantie? Ja, bijna, hè? Nee, maar ik zeg, had je toen wel geen vakantie, zodat ik daar naartoe moest. Ja, ik kan wel pas voor de mensen pas vertellen. Oh, gewoon, je zeg maar in december moet ik erbij zijn, hè? Ja, ik ook toevallig. Ja, dat is wel mooi, hè? Nou jongens, mijn cola is op, ik zit er helemaal klaar voor. Spreek jullie dadelijk, later. Stop.
is rust. En wat is de ruststand? 0-0. En weer slecht is het weer. En Ramolski is er ook nog. Ja, mooi spoor, ja. Ramolski gaat ook mee naar de winterhefteling waarschijnlijk. Ja, ik ga best wel op mijn gaten krijgen. Zeker weten meegaat is. Juist. Juist. Dus genoeg leuke dingen nog te doen. Een verjaardag komt er nog aan. Winterheffeling komt er nog aan, dus het wordt reuze gezellig. En ik ben wat liever, Joost. Thank you.
Thank you.
ik weet niet waar je het over hebt hoor. Ja. Oud Achtbaan. Oud Achtbaan. Waar heb je het over? Waar heb je het over? Waar heb je het nou over? Oud Achtbaan. Ik heb geen idee. Oh!
echt op zijn gemakje even koffie te leuten daar zo aan de zijkant. Voor de winnende dan. Ik weet niet of je nog zichtbaar bent, maar de wedstrijd is afgelopen. En het was weer een drama was het. Het is 1-1 geworden en we gaan nu lekker terug naar huis. Ik ben helemaal zat. Ik was al bij de 1-1, ben ik gewoon weer nog eventjes bij de ingang gestaan. En op een gegeven moment, toen we beneden aankwamen, het was het afgelopen, zijn we gewoon weggegaan. Ramon, wat vind jij ervan? Nou, ik vond het ook een beetje aardig rommelig hoe het liep. Ja. Dus het was niks inderdaad, maar... Kijk of ik je goed in beeld heb. Zo, ja, ik heb je goed in beeld. Het was inderdaad een moment dat dat gewoon even aardig rommelig was. Dat gewoon niet niks was. Nee. En het kan veel beter. En er zijn ook momenten dat dat ook veel beter geweest is. Dus, het is echt gewoon... drama. Ja, het is gewoon... Wat een verschrikkelijke kut. We gaan nu naar de tram. En dan gaan we weer lekker richting Spijkenissen. Ja. Even, we zijn het helemaal zat. Dus even weer wat ket koud. Even de warmte opzoeken, even weer wat goed maken. Ja, even de warmte opzoeken, kochel om dadelijk als ik thuis kom. En dan spreek jullie dadelijk weer. Tot zo. En Ramon, wat voel jij ervan? Het is gewoon niks goed. Het was niet zo best. Er was niet meer zoveel best meer. Het was niet goed, niks goeds over te vertellen. Nou, we zitten even te wachten op de kutmetro. Alleen op het begin, toen het 1-0 maakte, toen was het nog wel weer mooi. Maar... We nog 7 minuten wachten voor die kutmetro naar de accu's. Ja. Het was heel Dit is lijn E.
Het is E-vorm. En heb ik nog wat verder te liegen? Ik heb even colaatje gehaald. Dat is ook niet verkeerd. Ik heb even colaatje gehaald. Kijk, colaatje. En gelukkig heb ik niks te liegen. Nee. Dat is ook mooi. Heb ik niks te liegen? Ja, dat is ook heel mooi. Hè? Nou, dan gaan we maar weer hangen dan. Gaan we dan maar weer hangen? Ja, ik wou even mijn beklag doen. We hadden waardeloze spelers. Waardeloze wissels, alles was gewoon waardeloos. Het liep gewoon niet zoals het moest lopen, dat was gewoon triest. Nou, dat was zeker triest. Nou, doeipunt. Zo jongens, en we zitten weer in de auto richting... Ik kon gewoon zo random iemand voorbij gelopen. Zo, en we zitten weer in de auto. We zijn bij Spijkenisse Centrum en we zijn weer terug in Spijkenisse. Mm-hmm. Dat sowieso. Nou, het was balen, klote, kutwedstrijd. Ja, niks goeds over te vertellen, was gewoon echt waardeloos. Het wordt tijd dat Gio is op sodomiet. Ik word helemaal gek van die Gio. Met zijn waardeloze wissels. Ja, het was... En Dix en Kramer mag hem ook oppleuren. Ik ben er helemaal klaar mee met het elftal. Ramon, heb jij nog wat te zeggen? Nee, Ramon, heb niks. Ik hoop in ieder geval bij de volgende dat ze dan even een beetje doen. Hoop ik eerder. Nou, ik zie het zwaar in. Dit wordt echt een topjaar. Niet een topjaar, maar een topbejaar. Ja, precies. Hè? Dat precies doe je niet meer. Nou, ik ga hem afsluiten. Ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog ondanks alles toch leuk? Doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, druk even op het knopje abonneren. Druk ook even op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er een nieuwe video of vlog online is. En dan zou ik nog maar, één ding zeggen, dat is vreselijk niet te doen. Je doet het je ergste vijand niet aan. Nee. En dat is momenteel ook bij de wedstrijden van Feyenoord helaas zo. Ja, helaas wel. Nou, Ramon, bedankt voor de gezellige avond. Ondanks dat het alles, toch leuk dat je erbij was. Ja, dat wel. Hè. En ik zou afsluiten met de bekende Skabadi, Skabadoo, Skabadabadoo. Baf, boem.